Morgen is vandaag. Wat dag is vandaag? Ik niet. Goedemorgen. Ik ben echt vet moe. Vandaag heel vroeg opgestaan, want ik wil nog even lekker mijn huis schoonmaken. Heb ik gedaan. Toen heb ik een beetje boodschappen gedaan. En nu ben ik onderweg, want ik ga dus Michel ophalen. En hij gaat mij vandaag opmaken, wat echt fucking apart is bij mij. Want ik laat me eigenlijk nooit opmaken. Maar ik was laatst dus bij Dermakliniek en ik zag hem daar. Toen hadden we een leuk gesprekje. Toen dacht ik, nou misschien wel leuk als je me zou opmaken voor het NYX event. NYX event, die is trouwens vandaag. Dus hij gaat me daarvoor opmaken. En daarna gaan we er samen heen. Dus ik haal hem nu op van station. En dan gaan we snel met dit aan de slag. We zijn best wel aan de late kant. Want we hadden eigenlijk om 11 uur afgesproken. Het is nu 11:30. En we moeten eigenlijk rond 1 uur al vertrekken. Dus ik denk dat het wat later wordt. Maar ja, maakt niet uit. Het is vandaag trouwens donderdag. Jongens, mijn auto is gefixt. Maar dat boeit verder niet. Want volgende week, als het goed is, als ik heel veel geluk heb, krijg ik eindelijk mijn nieuwe auto. En daar kijk ik echt naar uit. Want ik heb echt heel lang met deze auto gedaan. En oh ja, anders ga je lekker invoegen, joh. Oké, waar ben je nu aan het lopen dan? Nu ben ik gewoon weer opnieuw bij die chicken spot, whatever. Maar dan loop ik dus gewoon aan de overkant. Ja. Oké, wel. Besef jongens, ik ben gewoon aan het vloggen nu, Michel. Besef, we zijn gewoon een kwartier op zoek naar elkaar. Hij loopt de hele tijd heen en weer gewoon, ik ga stuk. Kijk hem dan! Eindelijk! Echt hè? Oh, eindelijk! Ik heb mijn wimpers nog niet op, mensen. Nee, ik ook niet. Ik heb heel veel niet op. Oh mijn god. Hoi, Skat. Nou, inmiddels zijn we thuis. En Dina is ons heel tijd lastig gevallen. Stel, ik mijn wimpers wil hier op te plakken. Ja. Poging 3000. Ja, dus zijn wimpers. Dan gaan we alle make-up hier klaarleggen. En dan gaan we dit fixen. Oh, ik mag jou nu al niet, Dina. Je gaat me zo irriteren zo. Iemand met ADHD die heel tot zo moet zitten. Heb je ADHD? Ja, dat weet ik niet, denk ik wel. Af en toe denk ik dat ik het wel, af en toe is het ook voor mij. Ja, ik word echt rustig bij jou. Okay. Ik heb ook die twee kanten. Ja, kijk, valt je uit? Kijk maar niet erin. Ik wil het nog niet zien. Heb ik een beetje dezelfde kleur als jij of anders? Vind je dat ik het mooi? Jawel. Ja. Is het echt zo? Ja? Heb ik echt hetzelfde als jij? Ja. Hebben we hetzelfde make-up look vandaag? Nee, het is niet dezelfde make-up. Ik heb echt rood met goud. Ja. Jij hebt een beetje bruin met kastanje. En het wordt eigenlijk zeg maar een beetje hetzelfde. Zeg maar, het is dezelfde lipkleur als je ogen. Zeg maar, het is een neutraal gedeelte. Ja. Niet net normaal. We zijn allemaal Oké. Als je moet zeggen wat je ervan gewoon vindt. Als je het niks moet ook zeggen. Oké, nee, ik ga eerlijk zijn. Ja, vind je het mooi? Ja, echt. Geen leugen, hè? Top. Hey, top. Ik vind die ogen zo mooi. En je hebt mijn wenkbrauw ook. Ja, wenkbrauw. Ik heb ze nog nooit zo gelijk gehad, wist je dat? Ja, mijn wenkbrauw is echt mijn specialty ook. Oh, ik vind het echt mooi. Geen grap. En ik zit nog te denken dat de wimpers ook moeten. Ik ben echt blij. Geen grap, hè? Je hebt mijn lippen zo anders gedaan dan ik het normaal doe. Wat doe je zelf dan? Ik maak ze ronder, maar ik vind het wel prima. Oh ja, ik pak gewoon eens de lip liner. Nee, ik vind ik ben echt blij. Heb je de mascara? Ik heb wel mascara. Ik ben echt blij dat er iemand mij opmaakt. Toch wel. Ja. Even kijken, ik gewoon even snel doen, toch? Ja. Bijzonders, ik doe niet zoveel over mijn mascara. Ja. Vind je het voldoende? Ja, het is goed. Want ik doe het niet zo. Ja. Jongens, het is het eindresultaat.
Eerlijk, hoe anders zie ik eruit? Maar ik ben er echt heel blij mee. Kijk van dichtbij mijn ogen. Echt mooi. Weet je waar ik echt heel erg blij mee ben? Zijn mijn wenkbrauwen. Ik vind ze echt zo mooi geluk. Ik kan het zelf echt nooit. Ja, wenkbrauwen zijn een van de dingen waar ik echt zeg maar vertrouwen in heb dat ik het altijd wel kan. Jouw specialiteit, hè? Ik vind het echt mooi. Ik ben er blij mee. Thank you, babe. En kijk wie hier nou is. Lemmy! Ik heb haar net opgehaald van het station. We zijn echt weer te laat hoor. We komen pas om 3 uur aan. Echt een fucking een uur of anderhalf uur later. Dus we moeten nu wel echt haasten. Dus ik zie jullie straks. Wij zijn inmiddels zo, de zon schijnt hier heel heftig. Wij zijn inmiddels onderweg naar het event. We hebben geparkeerd. Michel. En Michel zei dat hij de weg hier wel weet. Maar volgens mij kan hij het niet vinden. Hou je die mond. Dus we lopen de hele tijd heen en weer om te kijken waar we naartoe moeten. En we waren al te laat, dus het gaat niet heel goed vandaag, moet ik zeggen. Het duurt nog precies 30 minuten. Ja, wij lopen nu hier en kijk waar we staan. Kijk waar we moeten zijn. En kijk waar we staan. Gewoon aan de overkant. Dat is echt verschut, man. Kijk eens met wie ik hier vandaag ben. Let's go, girls! Is dit van mij? Ik weet het niet eens meer. Nou, je moet het weten, want die van mij is met de Nou, voordat ik het ga doen, deze pap, ik wil instappen, zij rijdt gewoon weg. Ik zag wat Nederlands doen. Kiki. Wacht maar, ik ga even muziek hebben. Oh, heb je muziek? Ik ken het nummer niet, hè? Oké, ik wil naar instappen. Oké, moet ik heel zachtjes rijden, hè? Hey. Oh my god. Wij zijn inmiddels ergens beland. Ik heb pasta besteld. Michel heeft panini. En Lamia wacht op haar kipwrap. Oké, ik heb net Lamia afgezet. En Michel op station is en daarna Lamia afgezet. In Rotterdam. Ik ben wel echt gesloopt, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat mijn basis, zeg maar, mijn make-up basis nooit zo lang, zo goed erop heeft gezeten. Dus dankjewel, Michel. Ik ga zo wel echt mijn gezicht wassen. Sorry. Ik begin een beetje irritaties aan mijn ogen te hebben door de nepwimpers. Dus ik ga zo alles even eraf wassen. En dan ga ik mijn pyjama nog even relaxen op de bank. Ik heb echt een heel leuke dag gehad. Dankjewel, Michel, dat je mij hebt opgemaakt. Ik vond het heel erg leuk. Het was mijn eerste keer dat iemand mij op heeft gemaakt. Vond ik achteraf best wel chill. Ga ik vaker doen. Bedankt voor de gezelschap, Michel en Lemia. Ik vond jullie echt heel erg gezellig vandaag. Ik heb het ook echt naar mijn zin gehad. Ik had gewoon een leuke gezelschap. Was gezellig. Hebben gelachen. Samen gegeten. Gechilled. Heel relaxed. Maar ik ben nu wel echt dood op, moet ik zeggen. Echt nu. Dus ik ga even snel lekker naar huis. Ik het allemaal eraf wassen. Ik ga lekker douchen. Pyjama aan. Misschien ga ik nog even een Netflix avond hebben, maar dat blijft dan ook echt bij. Ik ben echt moe. Ik denk bij deze ook even de vlog ga afsluiten, want ik denk dat ik het straks niet meer ga doen. Dus dat ga ik voor de zekerheid doen. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden en ik zie jullie morgen weer. Doei!